Zoals afgesproken zal ik het dus hebben over orchideeën en oplichters en fake news. Ik vond dat geen slechte insteek, omdat het tenslotte Darwin Day is. Dus ik moest een link leggen met Darwin, vond ik natuurlijk. Maar ja, zoals Thomas al aangaf, in deze coronatijden, we worden toch sterk geconfronteerd met vormen van fake news. En misschien ook wel met mensen die daar dan misbruik van maken of die andere mensen kunnen misleiden of misschien sympathieker uitgedrukt verleiden om in opvattingen te gaan geloven die niet deugen. Dus ik ga die twee aspecten proberen aan elkaar te koppelen vanavond. De aanleiding is natuurlijk de verjaardag van Darwin. Dat weet u, dat hij op 12 februari 1809 geboren is. Vandaar dus dat het vandaag, 12 februari, Darwin Day is. Nu, ik ga eerst iets zeggen over fake news zelf. Dat is een begrip dat vooral door Donald Trump geïntroduceerd is. Dat herinnert u zich misschien nog. Alles wat hem niet aanstond, dat beschouwde hij als... of veegde hij van tafel als zijnde fake news. Nu, er is de laatste jaren veel gediscussieerd onder communicatiewetenschappers en psychologen enzovoort, mensen die zich daarmee bezighouden, wat we daar precies moeten onder verstaan. En dat is eigenlijk nog niet zo eenvoudig. Omdat je kunt dat zeer ruim interpreteren, dan is fake news gewoon informatie die niet klopt natuurlijk. Hè. Maar je kunt dat ook zeer eng interpreteren. En dan is het enkel datgene wat intentioneel naar voren wordt gebracht om mensen te misleiden met het oog op een bepaald doel. Denk bijvoorbeeld aan die zogenaamde Russische trollen die de verkiezingen in de Verenigde Staten wilden beïnvloeden en dat misschien ook wel voor een stuk gedaan hebben of de Brexit mee hebben beïnvloed en ga zo maar door. Hè. Je kunt dat beginnen onderverdelen, dus dat ga ik hier allemaal niet doen, maar om je een idee te geven in wat je regelrecht leugens kunt noemen, propaganda. Paternalisme is eigenlijk ook een vorm van fake news. Hè. Als je bijvoorbeeld als arts niet de waarheid vertelt aan een patiënt, het kan ook entertainend bedoeld zijn. Dus we kunnen eigenlijk een hele klassificatie van fake news maken, maar dat ga ik nu natuurlijk niet doen. Ik wil er wel op wijzen. Het is niet simpel om dat onder te verdelen. Het is misschien meer een academische kwestie, iets waar experts in communicatie enzovoort van wakker liggen, maar wij misschien niet. Ik benader het hier vanavond breed. Hè, en dan denk ik dat fake news van alle tijden is. Dus gewoon informatie die naar voren wordt gebracht, die niet deugt. Dat hoeft ook niet intentioneel te zijn. Dat zal mijn punt hier ook vanavond zijn. En dan is fake news eigenlijk ouder dan de mens zelf. Het is alom verspreid in de natuur. En vanuit het perspectief van natuurlijke en seksuele selectie, dus de kernmechanismen van Darwin's theorie, kun je dat eigenlijk ook wel verwachten. Die draait tenslotte rond overleving en reproductie. Datgene wat goed is voor wat men noemt de differential reproduction van genes. Alles wat dat in de hand werkt, zal behouden blijven en zich verder verspreiden. Alles wat daar negatief voor is, wordt uiteindelijk weggeselecteerd. Dan kun je verwachten dat vormen van bedrog, in de brede zin van het woord, zullen ontstaan en zich zullen verspreiden. Dus in de natuur, maar uiteraard inclusief in de mens of bij de mens. De mens is in zekere zin ook onderdeel van de natuur. We zijn er in elk geval ook uit voortgekomen, nietwaar? Nu, een vermoeden dat ik hier wil naar voren brengen, is dat wat mensen betreft dus, dat nogal wat fake news bedacht en verspreid wordt door mensen die niet noodzakelijk intentioneel liegen of bedriegen, maar die overtuigd zijn van wat ze beweren. Stel mensen die in complottheorieën geloven, die nergens op slaan, die dat op Facebook verspreiden en gaan zo maar door. De meeste van die mensen geloven daar wellicht zelf in. Dat is niet altijd even duidelijk. Ja, of denk aan religieuze mensen enzovoort, mensen die bijgelovig zijn, gaan zo maar door. Pseudowetenschappers of mensen die geloof hechten aan pseudowetenschappelijke theorieën, kwakzalverij enzovoort. Dat is allemaal fake news in zekere zin. Informatie die niet strookt en die naar voren wordt gebracht, verspreid wordt. Men probeert mensen te beïnvloeden.
Maar het is niet noodzakelijk juist of waar dat men dat bewust doet om te misleiden. Hè. In vele gevallen zullen mensen daar zelf geloof aan hechten. En ik zal straks nog iets meer in detail proberen uit te leggen dat als je zelf aan een vorm van bedrog geloof hecht, dan werkt dat eigenlijk het beste om het bedrog te verspreiden. Dus daar zit een speciale logica in ook. Goed, dus het is zeer oud natuurlijk. Ik heb hier maar een paar willekeurige voorbeelden. Kijk, als je fake news opzoekt, als je daarover leest, vaak gaat men dan terug tot de 19e eeuw. En dan had je van die hoaxen, heet dat dan. Dus beweringen die niet klopten, vervalsingen, zoals bijvoorbeeld een reeks krantenartikelen door een journalist in de Verenigde Staten uit zijn duim gezogen, dat er leven op de maan was en dat de geleerden met sterke telescopen konden zien hoe dat eruit zag. En er waren tekeningen bij verschenen in de krant bij die artikelen enzovoort. Dus de Great Moon Hoax. Dat is 19e eeuw. En sindsdien, van toen tot nu, kun je echt een ontelbaar aantal voorbeelden geven. Maar ik denk dat het veel, 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 veel ouder is dan dat natuurlijk. Ik geef je maar een voorbeeldje, bijna willekeurig. Dit zijn munten uit de 4e, 5e eeuw in het Romeinse Rijk gemaakt, waarbij je dus de keizer op de ene kant ziet en op de andere kant doodt de keizer een vijand. Iemand uit Perzië die van zijn paard is gevallen en de keizer zelf doorboort die soldaat. Het is natuurlijk een vorm van propaganda om die coins, die munten, werden op grote schaal verspreid. En die moesten dus de indruk wekken dat de Romeinen echt wel het oosten, ook Perzië, veroverd hadden en de vijand daar in de pan hakten, nietwaar? Gaan we nog verder in de tijd terug? Ja, in een van de grootste, interessantste vormen van een soort hoax of van fake news, ongetwijfeld, is het verhaal van de verrijzenis van Christus. Hè? U ziet hier een weergave door Rubens, die u wellicht kent. Hè? Jezus komt daar uit zijn graf na 3 dagen en die mensen op de voorgrond hier links en naar onderen toe, dat zijn Romeinse soldaten die een beetje angstig wegkijken. Links is Johannes de Doper en rechts is een andere heilige. Maar dus het idee dat Jezus is verrezen kun je natuurlijk als fake news beschouwen. En u ziet de invloed daarvan. Hè. Ondertussen ongeveer 2 miljard mensen noemt zich christen, nietwaar? Dus fake news is oud en kan een enorme invloed uitoefenen. De link met Darwin, daar wil ik dus ook een en ander over vertellen uiteraard. Het is een beetje een rode draad door de rest van mijn verhaal. Eerst even dit, een mooie anekdote, denk ik. Darwin had dus heel erg iets met orchideeën. Daar kom ik zo dadelijk nog op terug. En een aardig iets is misschien toch dit wel. U ziet daar rechts een orchideeënsoort uit Madagaskar, de Angricum sesquipedale. En Darwin was dus zeer geïnteresseerd in orchideeën en allerlei mensen en hobbyisten stuurden hem planten toe naar Londen, waar hij woonde, in de buurt van Londen. En op een bepaald moment kreeg hij dus ook een specimen in handen van deze soort. En hij zag dus dat die spoor heel lang is. En dan voorspelde hij dat er dus in Madagaskar ook een mot moet bestaan met een tong die lang genoeg is om die orchidee te kunnen bevruchten. En effectief, veel later pas, na de dood van Darwin in 1903, hij heeft die voorspelling gedaan in zijn boek, dus wat u daarnet zag is een pagina uit zijn boek over orchideeën. En in 1903, dus na zijn dood, is die mot effectief ook ontdekt. Hè? En ze heeft dus een hele lange tong, zoals u ziet, diep genoeg om tot bij de nectar te komen, wat interessant is voor haar. Maar daardoor moet ze ook dicht genoeg bij de bloem komen en zo pikt ze het stuifmeel op en kan ze dan een andere plant gaan bevruchten. Hè. Die mot heeft dan de naam gekregen Xanthopan morgani predicta. Predicta, omdat ze dus door Darwin werd voorspeld. Hè. Vandaar dat men haar ook soms wel de Darwin-mot noemt en de orchidee dan de Darwin-orchidee. Nu, Darwins werken, u bent wel vertrouwd met de bekendste boeken waarschijnlijk, On the Origin of Species, uiteraard. Een van de beroemdste boeken aller tijden in de geschiedenis van de wetenschappen, uit 1859.
En dan later heeft hij de evolutietheorie expliciet op de mens toegepast. Dat is het boek The Descent of Man geworden, eigenlijk twee boeken. Een ander deel gaat over seksuele selectie. En dan ook een van zijn meesterwerken, men spreekt over drie meesterlijke boeken, is The Expression of the Emotions in Man and Animals, een boek over emoties. Maar u ziet daar bovenaan een foto van het verzameld werk. Dus u merkt, hij heeft nog veel meer dan dat geschreven. En dan neem ik er de correspondentie nog niet bij, die men dus de laatste, men is er misschien 25, 30 jaar geleden mee begonnen, ik wil er vanaf zijn, maar men is die dus beginnen publiceren. Er is een enorm project geweest om die vele, vele duizenden brieven en ook de antwoorden te verzamelen. De meeste zijn bewaard, gelukkig. Te verzamelen, in te leiden, te annoteren enzovoort. Dus als je dat allemaal samen zou leggen, dan kom je al snel aan anderhalve meter boeken, hè, die Darwin tijdens zijn leven heeft bij elkaar geschreven. Over zijn werk met betrekking tot orchideeën, dat is dus veel minder bekend bij het grote publiek, hè, dat is een minder bekend boek, een van die meerdere minder bekende boeken. Maar daarover zijn natuurlijk wel verschillende boeken geschreven. U ziet er hier een aantal. Wie dat zou interesseren, ja, die vindt dat wel. Hè. Trouwens, het zijn niet alleen orchideeën die hij bestudeerde. Hij was eigenlijk een botanist, een volleerde botanist, hè, door zelfstudie, en heeft daar meerdere boeken ook over geschreven. Dat boek over orchideeën staat daar 1962, dat is mis, dat moet 1862 zijn natuurlijk, gepubliceerd. Dat was zijn eerste boek na On the Origin of Species, Fertilization of Orchids, dus de bevruchting van orchideeën. En de volledige titel luidt dus On the Various Contrivances, dat woord is belangrijk, contrivances, by which British and foreign orchids are fertilized by insects and on the good effects of intercrossing. Dat tweede deel van de titel slaat dus op het feit dat kruisbestuiving beter is dan zelfbestuiving. Dat was een idee dat hij ontwikkelde en dat hij wou testen. Daar ga ik hier verder niet op in. Het is mij vooral te doen over zijn onderzoek naar de manier waarop insecten die orchideeën bevruchten. En dat was toen ter tijd nog helemaal niet zo gekend als dat nu het geval is. En hij onderzoekt daar vragen zoals, ja, hoe worden orchideeën eigenlijk bevrucht? Hè? Hoe werkt dat bevruchtingsmechanisme? Zijn insecten nodig? En die, ja, zijn ze altijd nodig? Hoe zijn die orchideeën geëvolueerd? En gaan ze maar door. En dan dus, welke contrivances ontwikkelden, evolueerden orchideeën om insecten te lokken? En eigenlijk moet ik daar nog bij schrijven. En welke contrivances of methodes, oplossingsmethodes, ontwikkelden insecten om de orchideeën te bevruchten? Dat is een neveneffect vanuit hun perspectief, maar om aan de nectar te geraken als die daar al is. Want soms wordt dat wel door de bloem naar voren zo gebracht, maar is dat fake news? En is er niet eens nectar en zijn de insecten eraan voor de moeite? Dus het woord contrivances, dat betekent zoiets als, ja, iets wat vernuftig is, iets wat listig is, maar u ziet daar ook al het woordje con in. Het kan ook dus misleidend zijn. Dus houd dat even vast, dat komt geregeld nog terug vanavond. Het is zijn eerste boek over planten. En er zijn er meerdere gevolgd. Ik ga daar hier niet in detail op in. Ik heb het daar een beetje samengevat. U ziet daar trouwens onderaan een foto met de boeken die over planten gaan, of waar planten toch een rol in spelen. Dus u merkt, hij heeft toch behoorlijk wat ook over planten gepubliceerd. En zijn lievelingsplanten, denk ik, het is wel fair om dat te zeggen, waren toch orchideeën. Hè? Omdat hele bijzondere soorten zijn en ze voor hem een fantastisch soort proefkonijn waren, maar dan botanisch, om allerlei ideeën die hij in zijn evolutietheorie, boek van daarvoor, On the Origin of Species, had ontwikkeld. Hè. Eigenlijk heel specifiek gaat het hem hier over co-evolutie. Hè. Dus hoe insecten en die planten eigenlijk samen evolueren. Goed, dus het demonstreerde, dat orchideeënboek, de kracht van natuurlijke selectie en legde dus de co-evolutie tussen planten en insecten uit. In die tijd was dat dus een regelrechte aanval, of in elk geval een wetenschappelijk alternatief voor de natuurtheologische verklaringen
die daar tot dan toe gegeven werden. Dus natuurtheologische verklaring, dat wil zeggen dat in een notendop dat men redeneerde dat God dat eigenlijk allemaal zo gearrangeerd had. Hoe die bloemen eruit zagen en welke functie ze hadden en al die onderdelen, en gaan zo maar door. En Darwin had daar natuurlijk dus een alternatieve, een evolutionaire verklaring voor. Dat is zeer invloedrijk geweest, ook zijn werk daar. Bijvoorbeeld die rol van insecten, dat was eigenlijk nog helemaal niet zo duidelijk toen, zoals ik al zei. Linnaeus bijvoorbeeld, dat is niet zo geweldig lang voor Darwin, kende dat nog niet. Hè? Terwijl we toch aan Linnaeus de naamgeving te danken hebben. Hè? Dus hoe we soorten benoemen, heeft Linnaeus naar voren gebracht. Maar dat bloemen vaak door insecten bevrucht worden, dat begreep hij eigenlijk nog niet echt. Dat circuleerde wel een beetje, maar dat was helemaal nog niet duidelijk. Hè? Dus men dacht overwegend nog dat ze aan zelfbevruchting doen. Dat boek en dan die andere boeken ook over planten heeft ervoor gezorgd dat Darwin, ja, naast andere eretitels als het ware die hij reeds had op dat moment, ook al snel beschouwd werd als een toonaangevend botanist. Hij deed ook experimenteel onderzoek, dat wil ik er toch ook even bij vertellen. Zowel in het wild, dus met orchideeën die hij in het wild aantrof, in zijn buurt. En ook in zijn serres. Hij heeft zelfs speciaal een deel serre laten bijbouwen die verwarmd werd in die tijd, in de 19e eeuw. Een hot house, een verwarmde serre. Om orchideeën in te kweken. En hij schreef veel brieven en tekstjes in zo hobbyistisch-achtige publicaties. Bijvoorbeeld The Gardener's Chronicle. Dat bestaat eigenlijk nog altijd nu onder een andere titel, maar dat was zo'n soort een tijdschrift voor amateuren, tuiniers en soms ook wel voor professionals. En Darwin trok zijn neus daar niet voor op om daarin te publiceren. Integendeel, want hij wist, kijk, zo bereik ik een zeer groot publiek. En hij was niet te beroerd om een oproep te doen van, kijk, mensen die houden van orchideeën en als jullie orchideeën hebben, ik doe daar nu studie rond. Hij was al beroemd toen. Hè. Als je specimen, exemplaren hebt voor mij die je kunt missen, stuur ze mij op enzovoort. Het was toen reeds, en dat is alleen maar toegenomen sedertien, beetje een hype om orchideeën te kweken. Hè. Natuurlijk alleen maar vooral bij rijke mensen die zich dat konden permitteren. Maar hij deed dus zelf experimenteel onderzoek. Bijvoorbeeld bokalen boven planten zetten, zodat er geen insecten aan konden. En dan verleek hij dat met de planten waar hij geen bokaal op zette, om te zien worden die bevrucht of niet bevrucht, zo dat soort zaken. Hij ontleedde de bloemen ook onder een microscoop. En hij had meerdere kinderen, zoals u weet, en hij liet die kinderen bijen volgen, bijvoorbeeld. Kinderen kunnen dat nog zo, een bij volgen, om te zien hoe gaan zij van bloem tot bloem. En dan hield hij dat bij. Worden die dan bevrucht of niet, enzovoort. Dus vaak heel ingenieuze, nauwgezette experimentjes. Hè. Kijk, dat soort zaken deed hij. Het lijkt simpel, maar je moet het natuurlijk maar doen. Hè. Bij een bepaald orchidee, je bracht er een potlood in de bloem. Normaal is dat het insectus. En wat stelde hij vast? Dat die bloem haar pollen op dat potlood direct aanbracht, alsof het een insect was dus. En dat al snel, u ziet het in zijn tekening, dat pollen dan naar voren komt, alsof het op het insect zou zitten, zodanig dat als het insect naar de volgende bloem gaat, die bestuiving dus veel sneller, veel makkelijk verloopt. Dit is dus ook een tekening uit zijn boek over orchideeën. Nog een voorbeeldje van wat je daar allemaal kunt in vinden. Dit is een soort die hij beschrijft, Catacetum, eigenlijk een vrij exotische soort, maar hij had daar een levend exemplaar van. En die heeft als bijzonder vermogen dat ze dus haar pollen kan afschieten, werkelijk. Hè? Dus als een insect op die bloem terechtkomt, dan wordt het letterlijk beschoten met stukjes, brokjes pollen en die kleven dan aan het insect. Hè? Dus voor dat insect kan dat geen kwaad, maar dat gaat dan naar een volgende bloem en die wordt dan bevrucht. En kijk, hij beschrijft daar in zijn boek dus dat het pollinium op het glas vloog in zijn serre, zelfs dus een yard away. Dat is bijna een meter. Hè. Dus dat is een plant die letterlijk haar pollen, haar sperma moest het een dier zijn, bijna een meter ver kan schieten. Hè. Dus dat is toch vrij indrukwekkend wat die orchideeën allemaal niet kunnen. Niet waar?
Het illustreerde voor hem ook zijn eigen onderzoek naar orchideeën, dat in de natuur structuren die reeds bestonden, gaandeweg voor andere doeleinden, tussen aanhalingstekens eigenlijk, kunnen gebruikt worden. Dat is een heel interessant inzicht, wat hij reeds in On the Origin of Species wel naar voren had gebracht, dat bijvoorbeeld vleugels van vogels ooit begonnen zijn, niet als vleugels natuurlijk, maar een andere functie hadden, voor thermoregulatie of bescherming of om te klimmen of te zweven of wat dan ook. En dan krijg je in de loop van de evolutie een functie shift, heet dat dan. En zo kun je dus tot vleugels komen en dat is met verschillende structuren en organen zo gebruikt. Idem dus wat betreft orchideeën. En je kunt dus als je die orchideeën bestudeert, zoals hij dat deed, eigenlijk de evolutionaire geschiedenis van die planten en bloemen daaruit aflezen. Het doel, tussen aanhalingstekens, van die contrivances, dus die listen van die bloemen, is uiteindelijk natuurlijk bevruchting en voortplanting. Niet waar? En u begrijpt ondertussen wel al de link die ik hier wil maken. Conmen gebruiken ook contrivances, listen, fraudeurs, charlatans, noem het hoe je het wil, om aan een vorm van bedrog te doen, want de insecten worden tenslotte bedrogen eigenlijk door de bloemen. En hun doeleinden zijn velerlei. Dat kan geld zijn uiteraard, misschien op de eerste plaats. Dat kan over seks gaan, dat kan over macht gaan, dat kan voor de kick gebeuren. Ik ga daar meerdere voorbeelden gaandeweg van geven. Wat Darwins onderzoek betreft, heel interessant denk ik, fascinerend tot op de dag van vandaag, is dat dankzij zijn studies men dan meer en meer het fenomeen van mimicry is gaan onderzoeken. Dus nabootsing. Bloemen die lijken op de insecten waardoor ze bevrucht worden. En ja, het is evident waarom dat zo is. Zo lok je dat insect aan, hè, als je een bloem bent, als je een orchidee bent in dat geval. En dankzij Darwin weten we hoe dat door co-evolutie en selectie over misschien honderdduizenden miljoenen jaren zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar ook mensen dus, conmen, doen vaak aan mimicry. Ik zal daar voorbeelden van geven. De vliegenorchis, even terug naar de orchideeën, is een eenvoudig voorbeeld, hè, een bekend voorbeeld, groeit hier ook in het wild. Dat is een bloem die op een vliegachtige lijkt. Voor ons is dat misschien niet zo evident, maar voor die insecten, die kleuren, ook de geuren, ook de vorm, ook. Dus voor een insect is het onderscheid bijna niet te maken. En er zijn vele voorbeelden van. Je hebt ook de bijenorchis. En ga zo maar door. Over de hele wereld heb je voorbeelden van orchideeën die op de insecten lijken, qua vorm, qua kleur, geur enzovoort, waardoor ze worden bevrucht. Ik wees er al op, het fenomeen komt eigenlijk wijd en zijd verspreid in de natuur voor. Misschien het voorbeeld waar u automatisch aan denkt, is natuurlijk de koekoek, hè? Die een meester is in bedrog, hè? Die aan mimicry dus ook doet, nabootsing, hè? Zoals de orchideeën. U ziet bijvoorbeeld op de foto links eieren van zangvogels en rechts de eieren die de koekoek in dat nest legt. U ziet, dat is bijna niet te onderscheiden. Dus als je zo'n vogeltje bent en je hebt een paar eitjes gelegd en een koekoek, zonder dat jij het weet, dat gaat bliksemsnel, heeft daar een eitje bijgelegd, ja, dan merk je dat niet. Hè? En je weet misschien hoe het dan verder gaat, dat jong komt dan uit, dat werkt die andere eieren uit het nest of de andere kuikens uit het nest. En zelfs al wordt dat jong dan veel groter dan het oorspronkelijke, dan het zangvogeltje, waardoor het dus wordt opgevoed, ja, die zangvogeltjes door imprinting, door het feit dat ze dat eitje hebben uitgebroed enzovoort, die blijven dus denken dat het hun jong is en blijven dat voeden. U ziet daar rechts, zelfs al is dat jong al 5-6 keer groter dan hen. Dat is voor ons heel vreemd in zekere zin, maar we snappen dat biologisch wel. En ik wil hier toch ook de link maken, ook bij mensen kun je soms bijna niet begrijpen hoe het kan dat ze zich zo laten misleiden en er blijven inlopen en blijven volharden in de vergissing. Een beetje zoals dat vogeltje dat we daar rechts zien. Hier heb ik zo'n overzichtje van waartoe die koekoeken allemaal in staat zijn wat bedrog betreft.
Maar daar ga ik dus verder niet op in, anders gaat het hier allemaal veel te lang duren. Maar u ziet, ja, het is werkelijk fenomenaal natuurlijk, hè, hoe ver dat bedrog kan gaan. Hè. U moet dat zelf maar eens opzoeken als u dat interesseert. Het is fascinerend. Nog een paar voorbeeldjes om u duidelijk te maken dat het echt overal in de natuur verspreid zit. Dit diertje hier is geen slang, zoals u misschien zou denken. Dit is geen kop van een slang in werkelijkheid. En als u een beetje beter kijkt, ziet u het misschien wel. Is het een rups, een caterpillar, die zich later zal transformeren in een mot of een vlinder. Dat diertje is niet giftig, heeft geen andere defensiemechanismen ontwikkeld, maar imiteert dus, doet dan mimicry, imiteert dus een slang. En als er dus een vogel in de buurt is die denkt, ah, een rups, lekker hapje, dan toont ze dus ja, dit deel van haar anatomie om die vogel te verschrikken, want die verwart dat dan met een slang. Dat is een techniek die meerdere keren geëvolueerd is. Hier ziet u nog een voorbeeldje, maar er zijn zo misschien 20 vlinder- en mottensoorten die in een bepaald stadium dus als rups of larven sterk lijken op een slang die dan nog in die buurt uiteraard ook aanwezig is. Hè. Andere voorbeeldjes, ja, vlinders die spectaculair goed op, in dit geval op een blad lijken, wat de vleugels betreft. Dus die zijn dan ontzettend goed gecamoufleerd natuurlijk. Rechts ziet u de swallowtail rups caterpillar. En u ziet het wel, die lijkt dus op, ja, op vogelpoep, hè, op de uitwerpselen van een vogel. Die bootst uitwerpselen na, dat is haar mimicry. En daardoor wordt zij ook met rust gelaten door vogels of andere predatoren. Hè. Er komen misschien wel een beetje een paar vliegen op zitten of zo, maar dat stoort haar natuurlijk minder dan opgegeten worden. Dus een zeer handige vorm van mimicry, eigenlijk doen alsof je dus stront bent. Hè. Dan ontsnap je ook aan predatoren. Dit is, om terug naar orchideeën even over te gaan, dit is de orchid mantis, de orchideeën bitsprinkhaan. En zij bootst dus een orchideeënbloem na. Ja. En dus ze verstopt zich tussen de bloemen van orchideeën, die daarop lijken met die kleur, hè, alsof die blaadjes dus echt reëel zijn enzovoort. En als er dan een insect naar de bloem komt, ja, dan eet zij het op. Hè. Dus eigenlijk maakt die sprinkhaan gebruik van het feit dat de orchidee sowieso al trucs gebruikt om insecten te lokken. Nog een voorbeeldje. U ziet daar rechts een foto niet van een mier, maar van een spin. Hè. U ziet de acht poten. Dit is echt een spin. En op die manier kan die spin zich verstoppen tussen mieren. En wordt ze niet aangevallen door allerlei predatoren, ook niet door de mieren zelf. Soms geeft ze zelfs haar voorpoten op, alsof het voelsprieten zijn, net zoals mieren. Dus dat zit ontzettend ingenieus in elkaar. En ja, ik kan zo heel lang doorgaan met voorbeeldjes te geven. Dus dit soort bedrog, die vorm van mimicry, is wijd en zijd verspreid in de natuur. En komt dus ook heel veel voor bij mensen die aan bedrog doen. Bij die zogenaamde conman, waar ik straks meer over vertel. Ik toon u nu even tussendoor een filmpje van een paard dat er niet van houdt om bereden te worden. Dat wil dus geen mensen op zijn rug. En dat paard heeft dus een techniek uitgevonden waar wij wel doorheen zien, maar dat paard denkt misschien toch dat het een goede vondst is. Zodra iemand hem wil bereden, doet het alsof het dood is. En ook dat is iets wat, dat is ook een vorm van mimicry, doen alsof je dood bent. Ook dat is iets wat wel meer in de natuur voorkomt. Hè. Er zijn andere dieren die dat ook doen. Dit paard heeft die techniek ook ontdekt. En ik stel voor dat we gewoon eventjes naar het filmpje kijken. Het spreekt voor zich.
Goed, dus op een bepaald moment, u ziet zelfs, het paard kan zelfs een soort hartaanval faken enzovoort. Hè. Dus bedrog alomtegenwoordig, zoals de auteur van dit boek specifiek over misleiding in de natuur bij dieren en planten uitlegt. Ik citeer dus, the more we look for deception and trickery in nature, the more we find it. En bij planten en dieren gaat het over voedsel, over niet opgegeten worden en reproductie. Bij mensen ook, maar daarnaast natuurlijk ook nog andere zaken. Ik geef nog een voorbeeld, je kon er niet aan weerstaan. De bolus spider is een soort spin die een bolas maakt. En een bolas, dat is een soort lasso waar de gauchos, zo cowboys van Latijns-Amerika, nog altijd mee werken. U ziet dat daar links onderaan. Zo'n soort lasso, maar eigenlijk met twee of meerdere bollen aan en die slingeren ze rond en zo vangen ze dieren. En die spin, de bolaspin, doet dat ook. Hè. Zij maakt dus een draad en onderaan hangt een zeer kleverig bolletje en dat gebruikt ze als een lasso om motten of andere insecten mee te vangen. Ik toon u een filmpje ook, het duurt 10 of 20 seconden, het spreekt voor zichzelf. Dus zij slingert dat rond. En als er dus een mot komt aangevlogen, dan vangt ze die mot met haar bolas. Voilà, die er dan blijft aankleven en niet meer losgeraakt. Hè. Ja, het begint al opnieuw, ik zal het nog even laten zien. Het duurt nog niet zo lang. Oké. Okay. Zij doet dat natuurlijk niet willekeurig. Hè. Dan kan ze een tijdje wachten. Ze heeft nog een andere techniek om motten te lokken, namelijk door mimicry van feromonen van de vrouwelijke mot. Hè. Dus die spin scheidt geurstoffen af, feromonen. Daar komen die motten op af. Hè. Die worden dus misleid. Net zoals misleid kunnen worden door de orchideeën. Hè. Daar heb ik voorbeelden van gegeven. Dat is Darwin zijn ding. En dan vangt ze ze met haar bolas. Goed. Nu, de link met hoe mensen te werk gaan op social media bijvoorbeeld. Denk aan die fake profielen op datingsites enzovoort. Ik denk dat dat ondertussen bij uzelf wel vanzelf naar boven komt, nietwaar? En daarbovenop komt dan natuurlijk nog de verleidingstechniek om uiteindelijk de val te doen dichtklappen. De geurstof van de orchidee of de bolas spin en ga zo maar door. U ziet daar rechts die diepzeevissen, u kent dat, die zo'n orgaan hebben op hun hoofd dat licht uitstraalt. Dat komt door bacteriën die daarin wonen. En daar komen dan vissen op af. En ze trekken daar ook mating partners, dus andere vissen om mee te paren mee aan. Je moet wel zoiets hebben, een systeem, want daar in de diepzee, dat is heel groot en je moet maar en donker, je moet maar chance hebben dat je elkaar tegen. Maar dus die dieren hebben daar een oplossing voor bedacht. Maar op die manier laten ze dus ook vissen in de val lopen. Hè. Dus dat zijn de vergelijkingen die ik wil maken wat mensen betreft. Ja, dus hiermee heb ik het pad wat geëffend richting het menselijke con-man en ook wel con women natuurlijk. Dus de vragen die wij hier nu kunnen stellen is, wat imiteert een menselijke bedrieger dan? Wat doet die na? Hoe komt het dat mensen daar vaak relatief makkelijk inlopen? Wat doet een conman na? Dat kan kunstenaarschap zijn, dat kan romantisch of seksuele interesse zijn. Iemand die contact met jou zoekt omdat hij jou aantrekkelijk vindt, bijvoorbeeld op sociale media. Hij of zij kan pretenderen een bepaalde expertise te hebben. Ja, mensen zeggen, ik ben een arts, of ik ben een wetenschapper, of ik ben een beleggingsexpert, enzovoort. Allemaal fake dus. Het is fake news wat zij verspreiden, en ik zal daar voorbeelden van geven. We kunnen ons afvragen, op welke drukpunten, noem ik dat, duwen die mensen eigenlijk, dus de bedriegers. Net zoals de orchideeën en sommige dieren dat ook doen. Wat triggeren ze zodanig dat anderen er naartoe gelokt worden? Dat kan zijn dat ze op ons drukpunt hebzucht duwen, dat je verleid wordt door de belofte dat ze jou rijk zullen maken, dat ze je liefde en aandacht zullen schenken, dat je er seks kunt mee hebben. Het kan een beetje van alles zijn. Deels overlappend met planten en dieren, maar bij mensen natuurlijk. Wij zijn cultuurwezens, is het veel gevarieerder
uiteraard. Maar de principes zijn vaak verrassend dezelfde. Dus met welke middelen lokt hij of zij slachtoffers? Welke contrivances worden er dus gebruikt? Om dat woord van Darwin te gebruiken, dus sluwe listen. Men spreekt dus niet voor niks over conmen. Con, dat zijn mensen die... Dat verwijst naar confidential ook, confidentiality, vertrouwen, die je vertrouwen winnen en u zo dus binnenlokken. Je hebt natuurlijk niet door dat het fraudeurs of bedriegers zijn, uiteraard. Anders zou je niet op ingaan. Integendeel, zij mimiken, zij imiteren iemand die je wel kunt vertrouwen. Synoniemen, vervalsers, charlatans, oplichters, kwakzalvers, fraudeurs, noem maar op. Orchideeën misleiden insecten om er zelf beter van te worden. Bij mensen is dat ook zo, hoewel, het is wel interessant, hoewel er ook mensen zijn die het louter voor de kick doen, alsof ze er hun zelfvertrouwen willen mee opkrikken. Dus niet voor persoonlijke win, ik heb ook wel 1 of 2 voorbeeldjes zo dadelijk, maar ergens om te tonen van, kijk, ik kan dat. Ik ben hiertoe in staat. Ik heb dit talent. Voilà. Mimicry is dus een techniek die ook heel veel door mensen wordt gebruikt. Daarom spreekt men over pseudo-wetenschap en fake news. Het doet alsof. Het is geen echt nieuws. Het is fake news. Het is geen echte wetenschap. Het is pseudo-wetenschap en ga zo maar door. Ik kon het niet laten om deze foto ertussen te stoppen. Dit is een winkel van huwelijkslijsten in Kalken. Een buurgemeente van waar ik zelf woon. Maar zoals u kunt zien is de J er afgevallen, waardoor er nu staat huwelijkslist. Ik vind dat daar wel iets diepzinnig in zit, maar dit terzijde. Ik ben natuurlijk niet de eerste of de enige om die vergelijking te maken. Dit is een studie, Mimicry Deception Theory. Een studie die dus eigenlijk ook het idee uitwerkt dat ik hier naar voren breng. Ik geef u dan maar mee om duidelijk te maken dat daar wel wat wetenschappelijke literatuur over bestaat. U ziet daar predatory behavior, fraud, white collar crime enzovoort zijn hier de keywords. Dus als u dat boeit, dan kunt u dat natuurlijk ook wel vinden. Een ander onderdeel van het hele verhaal, nog even, en ik leg hier ook een link met Darwin, is natuurlijk dat op een bepaald moment je hebt je val uitgezet, je hebt contrivances bedacht, listen. Je hebt manieren om te lokken, je duwt op de juiste drukpunten enzovoort, zoals de orchidee naar het insect toe. Maar op een bepaald moment moet de val natuurlijk dichtslaan. En ik vind het wel mooi dat Darwin een heel boek ook kwijtgeeft aan zogenaamde insectenetende planten. Een boek uit 1875 en u bent daar wel mee vertrouwd. De Venus flytrap, die kunt u gewoon in winkels hier ook, bloemenwinkels, kopen. En het is dan niet zo dat je dan geen enkele vlieg meer in huis hebt, maar soms zie je er inderdaad wel eens een vlieg vangen. En we weten hoe dat gaat. Die vlieg moet, ik denk, 3 van die haartjes als het ware aanraken en dan klapt de bloem dicht. En dan, ze geeft dan de bepaalde chemische stoffen die nodig zijn om dat insect dan te kunnen verteren. Dus het woord vleesetend is in die zin eigenlijk wel correct. Dus de val moet natuurlijk ook toeslaan. Goed, ik geef u nu een paar voorbeelden uit de menselijke wereld. Ook quasi willekeurig hoor. Ik heb de voorbije jaren een vrij grote collectie aangelegd. Eens je daar een beetje oog voor ontwikkelt, dan ontmoet je dat bijna dagelijks. Je moet opletten of dat schaadt je mensbeeld, maar bon. Je moet er ook een beetje het ingenieuze kunnen van inzien soms, hoewel het soms ook treurig is, dat begrijpt u. Hier bijvoorbeeld, dit is een dame uit Wallonië, Nicole van den Meerschout, met een Vlaamse naam nog wel. En die dame, toen Elio Di Rupo onze premier was van België, dan was zij verliefd op hem. En ze had een internetvriend, dus daar liep het eigenlijk al fout. Want die vriend was er natuurlijk op uit om haar te bestelen. Maar die had dat dus op een bepaald moment door, dat ze helemaal wild was van Elio Di Rupo. En die heeft dan een e-mailadres aangemaakt alsof hij zelf Elio Di Rupo was. En hij is dan e-mails beginnen sturen met dat e-mailadres, alsof hij de echte Elio Di Rupo was. Zo van, beste Nicole, ik heb horen zeggen dat je een oogje op mij hebt, zo dat soort dingen.
En er ontspint zich daar dus een hele correspondentie tussen die twee. Die dame gelooft dat. Hè? En uiteindelijk is ze daardoor duizenden euro's afgetroggeld. Je houdt dat bijna niet voor mogelijk, dus dat mensen daar inlopen. Maar dat gebeurt dus wel degelijk. Hè? Op een bepaald moment is dat dan uitgekomen. Maar goed, het kwaad was wel geschied. Ze was haar geld kwijt. 2021, dat is dus pas vorig jaar, hè? Het jaar van phishing. U kent dat, phishing. Dat zijn dat soort technieken, hè? Dat men op internet jou benadert om je te bestelen. Hè? Dus onder het mom van een e-mailtje van de bank of van je werkgever of van de overheid of kan een beetje van alles zijn. Men doet aan mimicry, hè? Men imiteert de logo's, het jargon, de stijl, noem maar op. En men vraagt je dan uiteraard om een code, om je pincode te geven of om geld te storten of wat dan ook. Het kan een beetje van alles zijn. Er zijn 1001 technieken, vaak variatie op het thema. Dit soort criminaliteit, dus eigenlijk waar ik het hier nu vanavond over heb, staat stevast in de top 3 van de meest... Het grootste aantal klachten die neergelegd worden bij de politie. Dus het is een heel ernstige, grootschalige vorm van misdaad. Kijk, dit is zo'n voorbeeldje van phishing. Dus een bericht van de bank dat dan helemaal niet klopt. Maar voor je het weet, geef je je gegevens en word je dus bestolen. Je moet ook weten natuurlijk, die bedriegers, criminelen dus, sturen dat naar tienduizenden, honderdduizenden mensen. Er hoeft maar een beperkt aantal mensen door onoplettendheid misschien erop te reageren. En dat kan die mensen al heel veel geld opleveren. Dus de verleiding om aan phishing te doen, om zelf zo'n crimineel te worden, is natuurlijk relatief groot. Een paar willekeurige voorbeeldjes die ik uit kranten verzameld heb. Een koppel dat opgelicht is voor toch een hele smak geld, een spaargeld. Die dan ook door een meneer Koopman, dus iemand met gevoel voor sarcasme, zijn bedrogen. Wat is de techniek vaak? Vaak gaat het als volgt. Men zegt bijvoorbeeld, kijk, we hebben een som geld voor u, met een of ander verhaaltje er rond, maar dat zit nu nog geblokkeerd. En daarom moet jij eerst een bepaald bedrag storten op die rekening en dan wordt dat gedeblokkeerd en dan krijg je dus de grote som geld. Dat is natuurlijk niet juist. Maar goed, als je dat vertrouwt, dan stort je dat kleinere bedrag. Neem nu 1000 euro of zo en je denkt, ik ga er 100.000 in de plaats krijgen. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Mensen doen aan mimicry op allerlei mogelijke manieren. En soms gooi je het ook niet voor mogelijk. Bijvoorbeeld iemand die zich uitgeeft voor tandarts. Ja, je moet het maar durven, je moet het maar doen. Je zal dan maar de patiënt zijn van zo'n neptandarts. Mensen die zich uitgeven voor arts. Bijvoorbeeld hier zelfs iemand die werkte met kankerpatiënten, maar ze was helemaal geen arts. Er is natuurlijk een enorme waaier aan fake stuff, dus namaakartikelen. En dat is echt van alles en nog wat. Dus schoenen en mode, parfum, sigaretten, gitaren, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of het wordt dus wel gefaked. Het wordt nagebootst, dus mimicry. En het wordt verkocht voor the real thing. Maar goed, ja, evengoed plastische chirurgie. Als dat niet gaat over reconstructieve chirurgie voor mensen met brandwonden of zo, maar om je uiterlijk te verfraaien, te verbeteren, te vermooien. Dat is ook een vorm tussen aanhalingstekens van mimicry of van bedrog natuurlijk. Dus dat is alomtegenwoordig. En door de technieken als Photoshop en ga zo maar door, is bijna alles mogelijk. Denk aan die deepfakes, ik kan daar nu geen voorbeelden van geven, die video's die nagemaakt worden, maar waarbij men dus ook ons allerlei dingen kan laten vertellen, alsof wij het echt zijn, of laten doen zelfs, laten beleven. Maar het is allemaal fake, het is allemaal fake news. Dit is heel bekend natuurlijk, die e-mails die vaak uit Nigeria vroeger kwamen. Dat is de Nigerian scam. Vaak was dat zogezegd een prins uit Nigeria die dan e-mails rondstuurde en die zei, ja, kijk, ik heb er jou uitgekozen, ik heb een smak geld en ik wil dat aan jou overmaken. En vreemd genoeg zijn altijd mensen die daarop ingaan. Dit is hier een variant op het thema. Er zijn dus veel variaties. Dus iemand die schrijft, ik ben John Kelly, ik ben 59 jaar oud. Ik bevind mij momenteel in Dubai in een hospitaal, want ik heb niet zo lang meer te leven. Ik heb
lever, verkeerd geschreven in het Engels, maar goed, kanker. En ik ga mijn geld weggeven, want ja, ik ga toch doodgaan. En mijn tweede vrouw is een verschrikkelijke dame. Haar trouwen was een enorme vergissing. En dus ik wil niet dat mijn geld, als ik doodga, naar haar gaat. Integendeel, ik wil het dus eigenlijk aan jou overmaken. Dat is hier het idee. Voor ons is dat misschien onmiddellijk duidelijk dat dat nonsens is, maar dat is dus niet zo voor iedereen. Ik kan het niet nalaten om een uiteraard ironisch bedoeld antwoord ook mee te geven op die meneer John Kelly. Iemand die zegt, ja, John, het spijt mij zeer. Leverkanker, dat kan toch zeer, dat kan dodelijk zijn. En uw tweede vrouw, ja, dat lijkt verschrikkelijk, hè. En ben je wel zeker dat het je lever is en niet je tweede vrouw die je wil vergiftigen? Make sure you check your food before you eat it. Dat is natuurlijk komisch bedoeld, hè. Maar goed, niet iedereen heeft het door om daar op die manier op te reageren, hè. Dus, die con man, het idee van vervalsingen, van hoaxes, van fake news in het algemeen. Bij mensen, net zoals in de natuur, is dat toch ook wijd en zijd verspreid. Denk aan de wetenschap. U kent misschien de Piltdown Man, dat was een vals fossiel, hè, dat de paleontologie toch lange tijd op het verkeerde been heeft gezet. Of iemand als Diederik Stapel, de Nederlandse psycholoog, die artikelen had vervalst. Hè. En zo zijn er werkelijk ondertussen vele tientallen voorbeelden te geven. In de literatuur komt het ook voor. Er zijn heel veel boeken geschreven onder valse namen. Er is daar bijvoorbeeld een man, die was toen nog zeer jong zelfs, die theaterstukken van Shakespeare vervalst heeft. Dus, en die werden dan zogenaamd ontdekt. Hè. Maar hij had ze zelf geschreven. De protocollen van de wijze van Zion, hè, beruchte antisemitische vervalsing. De dagboeken van Hitler, ik weet niet of je dat verhaal kent. Ik spreek over de jaren 80. Het Duitse weekblad Stern heeft die gepubliceerd, dus aangekocht van iemand die ze aanbood. Ze waren zogezegd ontdekt in een kist, dat is een heel verhaal. Maar in werkelijkheid was het dus iemand die dat uit zijn duim zoog en die van dag tot dag zo probeerde te noteren wat Hitler in zijn dagboek, had hij een dagboek bijgehouden, zou genoteerd hebben. En daar stond de grootste onzin in. En uiteindelijk hebben historici dat dan wel inzien. Ja, dat kan hier onmogelijk waar zijn. Zo bijvoorbeeld, na een aanslag weten we, historisch correct, dat Hitler op een bepaald moment beide armen in een verband had. Hij kon dus zeker niet schrijven, maar ook dan had hij blijkbaar in dat dagboek zitten notuleren. Dus zo, dat soort vergissingen, dat is wel iets komisch. Niettemin was er een vrij bekende historicus, Hugh Trevor Roper, die heeft die dagboeken onderzocht. Dagboeken tussen aanhalingstekens dus. En hij heeft ze authentiek verklaard. Hè. En Stern heeft ze dan aangekocht voor heel veel geld en gepubliceerd. En heeft zich daar natuurlijk in zekere zin belachelijk mee gemaakt. Het weekblad, hè. Er werd dan zelfs gelachen in die zin dat ze binnenkort de dagboeken van Genghis Khan gingen publiceren enzovoort. Bon. Er zijn tal van valse biografieën en memoires. Misschien een van de bekendere uit ons eigen landje is het boek van Misha Fonseca, moet dat eigenlijk zijn, denk ik. Monique de Waal is haar oorspronkelijke naam. En dat is een dame die waarschijnlijk nog leeft nu, maar zich teruggetrokken heeft. En die dus een enorme bestseller heeft geschreven, waarin ze uitlegt dat ze als 6-7-jarig kind op zoek ging naar haar ouders, die, en dat zou ze toen nog niet geweten hebben, die in de Holocaust waren omgekomen. Door de nazi's waren meegenomen en waren omgekomen. En zij als kind trok naar Oost-Europa om haar ouders te gaan zoeken. En ze zou dan zelfs een nazi vermoord hebben. En ze zou met wolven opgetrokken hebben. Enfin, een heel verhaal. Eigenlijk, als je dat nu bekijkt, compleet ongeloofwaardig. Maar bon, die uitgever heeft dat gepubliceerd. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Ze is daar schatrijk mee geworden. Maar uiteindelijk is dat uitgekomen en heeft ze dus vele miljoenen moeten terugbetalen en heeft ze een enorme boete gekregen. Je vraagt je dus af, hoe kan het dat zoveel mensen dat geloven? En dat is het punt hier dat ik toch meer en meer onder de aandacht wil brengen. In de financiële wereld, denk aan Bernard Madoff, Elizabeth Holmes, dat is een zaak van nu. Ik ga dat zo dadelijk wat dieper uitleggen, die twee. De journalistiek, er zijn journalisten die interviews uit hun duim zuigen, bijvoorbeeld Jason Blair werkte voor de New York Times, no less. Of in de geneeskunde, Andrew Wakefield, daar hebben we nog altijd last van, beweerde in een vals artikel in The Lancet
dat er een link is tussen vaccins en autisme. Er zijn altijd massa's mensen die dat geloven en die daarom nu ook wantrouwig staan, mede daardoor tegenover de coronavaccinatie. In de kunst uiteraard, er is ontelbaar veel valse kunst in omloop. Maar dus in wat ik dan maar noem het dagelijks leven ook, dus dating sites, phishing, daar heb ik het al over gehad. Dit zijn twee recente voorbeelden. Robert Handy Freeguard, Anna Sorokin, ga ik zo meteen ook iets meer over zeggen. Dus dat fenomeen is eigenlijk ook al heel lang bekend. In Alessandro Cagliostro bijvoorbeeld, was een van de beroemdste conmen uit de 18e eeuw. Hij beweerde ook dat hij arts was en dat hij schat kon ontdekken van alles en nog wat. En mensen kwamen zelfs bij hem. Hij moest de cijfers van de loterij voorspellen en gaan zo maar door. Dus men dichtte die man allerlei bizarre en mentale en andere krachten toe. Maar het was dus een conmen eerste klasse. Een verhaal uit de 19e eeuw dat ik wel interessant vind, is dat er in een Amerikaanse stad, Chicago, verder speelt geen rol, iemand rondliep die dus tientallen of honderden mensen hun horloge heeft afhandig gemaakt. Dat zullen geen horloges geweest zijn zoals u daar ziet, maar zo van die zakhorloges nog. En die man stapte dus op iemand af, onbekend. Die man was zelf ook onbekend voor de anderen, wederzijds onbekend dus. En die zei, kijk, ik zie dat je een mooi zakhorloge hebt, maar er is hier nogal veel volk, er lopen hier zakkenrollers rond. Wil ik uw horloge voor u in bewaring houden? Terwijl u uw shopping doet of wat het ook is, zodat het niet gestolen wordt. Ik hou dat voor u in bewaring. En wij vinden dat misschien vreemd, maar veel mensen geven effectief dan hun horloge af. Hij was natuurlijk zelf de dief. Hij was zelf de pickpocket, dus ze zagen hun horloge nooit terug. Dus dat is wel fascinerend dat mensen ergens, ja, psychologisch, er klikt ergens iets bij veel mensen. Als iemand dat je vraagt, van mag ik jouw horloge in bewaring houden? Als je dat weigert, dan komt dat bijna beledigend over. Dan is het alsof je dus die man niet vertrouwt. En eigenlijk wil je dat de ander denkt dat jij hem wel vertrouwt, hem of haar. En dus behoorlijk veel mensen gaven zeer eenvoudig weg hun horloge af. Ze werden dus niet letterlijk bestolen. Hè? Ze gaven het gewoon zelf af. Psychologisch zijn wij nu eenmaal gemiddeld genomen meer geneigd om mensen te vertrouwen dan te wantrouwen. In elk geval binnen de eigen groep. Maar goed, een stadsgenoot of een hoogwaarschijnlijke stadsgenoot, iemand met jouw dialect bijvoorbeeld, jouw taal, kan ook een onderdeel van uw gemeenschap zijn. Hè? Dat is een basisaspect van de menselijke natuur en de menselijke samenleving. Moesten wij dat vertrouwen niet hebben, of moesten we elkaar meer wantrouwen dan vertrouwen, dan is er geen cohesie meer in de samenleving natuurlijk. Hè. Ik heb hier nu een kleine reeks van voorbeelden ter illustratie. Ik heb illustraties even van planten en dieren, maar nu toch ook van een paar mensen. Ik ga daar relatief kort overheen gaan. Ik hou de klok wel wat in de gaten. Dit is een hele boeiende casus, denk ik. Amerikaanse man, Ferdinand Waldo de Mara. En die heeft zich voor van alles en nog wat uitgegeven. Dominee, gevangenisdirecteur, zelfs filosofiedocent. Hey, blijkbaar is dat ook niet zo moeilijk om u daarvoor uit te geven. En telkens met een zeker succes. Hè. Maar zijn strafste stoot was dus dat hij zich voordeed als traumachirurg. Onder de naam van Dr. Joseph Sear, die echt bestond, maar in Canada werkte. En dus hij nam zijn identiteit over en kreeg als dusdanig een job als chirurg aan boord van een Canadees schip tijdens de Koreaanse oorlog. En daar heeft hij dus allerlei mensen chirurgisch behandeld, onder andere een voet geamputeerd en een open borstoperatie gedaan om een kogel uit te halen van dus Koreaanse soldaten die gewond of zwaar gewond waren. En bijna miraculeus genoeg, ze hebben dat allemaal overleefd. Ja. Hij had zich gewoon ingewerkt, heel snel, en hij had zo'n aantal handboeken mee. En hij gebruikte heel veel pijnstillers, gelukkig, en heel veel antibiotica en ontsmettingsmiddelen. En hij is door de mand gevallen, omdat er over hem, dus de valse dokter Sears, eigenlijk de Mara, een artikel verscheen in een krant. En de moeder van de echte dokter Sears las dat. Die vond het wel vreemd om te lezen dat haar zoon op een oorlogsschip zat in de Koreaanse wateren. Tijdens de oorlog, want bij haar weten werkte haar zoon daar gewoon in het ziekenhuis om de hoek. En zo is dat uitgekomen.
En toen men dat meldde aan de kapitein van het schip, van ja, je hebt daar iemand die zich uitgeeft voor chirurg, dat klopt niet, dat is bedrieger, een con man, dan kon die kapitein dat eigenlijk niet eens geloven. Bernard Madoff is recent overleden. Is een ander voorbeeld, misschien een sterker voorbeeld in zekere zin. Die gaf zich dus uit voor ja, een geniale belegger. Hè. Hij had een relatief goede naam verworven, doordat hij medeoprichter en voorzitter van de Nasdaq was. Hij had een liefdadigheidsstichting, hè. Hij schonk veel geld weg, dus dat boezemde mensen vertrouwen in. Hij had respect op Wall Street enzovoort. Maar uiteindelijk heeft hij dus mensen opgelicht voor een gezamenlijk bedrag van, men schat, $65 miljard. Dat is dus gigantisch. En hij deed dat via een zogenaamd Ponzi-schema, vernoemd naar een eerdere fraudeur, meneer Ponzi, die dat systeem ook toepaste. Komt er dus op neer dat je geeft hem jouw spaargeld en hij investeert dat, zogezegd. Maar dat doet hij eigenlijk niet. Hij doet het op, hij houdt het voor zichzelf, whatever. En hij betaalt jouw interest uit met het geld dat hij van iemand anders afhandig heeft gemaakt. En zo moet hij natuurlijk telkens meer en meer en meer slachtoffers vinden om de zogezegde interest van de eerdere beleggers te kunnen betalen. Maar zodra iemand zijn geld begint terug te vragen, al het geld, omdat er onraad geroken wordt en iedereen begint dat te doen, stort het schema, het kaartenhuis natuurlijk in elkaar. Hè. Dus zoiets is gebeurd. En zo is hij door de mand gevallen. En dat gaat echt over duizenden mensen en niet de eerste de beste. Ook bankiers en beleggers met verstand van zaken, en ga zo maar door, zijn allemaal door meneer Madoff bedrogen geweest. Het is dus zo, mensen wilden hun geld aan hem geven. Hè. Ze waren fier dat ze na jaren aandringen tot bij hem geraakten en hem al hun spaargeld mochten geven. Hè. Het is het een ingenieuze natuurlijk ook van dat soort bedrog. Ja, Elizabeth Holmes, daarover toch ook iets. Die is nu onlangs voor de rechter verschenen. Dat is een vrouwelijke bedriegster. Die bestaan ook natuurlijk. Dat is de jonge, nog altijd, dame die het bedrijf Theranos heeft opgericht. U heeft er misschien van gehoord in de pers recent. Want ze is dus nu voor de rechter verschenen. Ik denk dat de uitspraak, de straf eigenlijk nog moet bepaald worden, maar ze is zeker veroordeeld. Ze heeft honderden miljoenen in rook doen opgaan en de gezondheid van veel mensen in gevaar gebracht trouwens. Zij beloofde dus dat haar firma, waar op een bepaald moment honderden mensen voor werkten, een toestel, een klein toestel zou creëren dat je gewoon zelf thuis kon hebben, kon kopen, na massaproductie. En dat één druppeltje bloed kon analyseren en dan 50 of 100 dingen kon testen. Je cholesterol en vitamine, weet ik veel allemaal. Dus ja, fantastisch iets. Je moet niet meer naar de dokter om met een naald zo bloed af te nemen. En gaan ze maar door. Je kunt dus eigenlijk bijna van dag tot dag, telkens met één druppeltje zo, je eigen gezondheid op de voet volgen. En dan zeggen, ik heb een beetje vitamine, dit of dat tekort, enzovoort. Enfin. Dus het klinkt goed. Dat is hoe ze de mensen, de investeerders, kon aantrekken. En ze deed zichzelf ook voor als de nieuwe Steve Jobs. Ze kleedde zichzelf zelfs als Steve Jobs. En ze verlaagde zelfs haar stem. En alles deed ze Steve Jobs na. En de gedachte was natuurlijk, kijk, het zou heel dom zijn om niet te investeren in mijn geniale uitvinding, in mijn vondst, in mijn bedrijf. Want dat zou zijn alsof je dus in de beginperiode van Apple zegt, ja nee, ik doe niet mee, ik ga daar niet in investeren. Dus voilà, dat is de dame hier. Ze riskeert nu 20 jaar cel. Robert Handy Freegard is, vermeld ik ook nog even, omdat nu op dit moment, voor de mensen die een abonnement op Netflix hebben, er een documentaire over de man loopt. Dat is iemand die zich uitgaf voor geheime agent, MI5 agent, van de UK Security Service. En je houdt dat weer bijna niet voor mogelijk. Maar die is er dus in geslaagd om reeds in zijn studententijd, dat was nog in de periode van de aanslagen van de IRA, dus de Ierse terroristische organisatie. En hij beweerde dus, ja, ik ben hen op het spoor, ik ben eigenlijk een undercover agent. En aan een aantal studenten zei hij dat de IRA hen zocht en dat hun leven in gevaar was en dat hij ze in bescherming zou nemen. En hij is met die mensen 10 jaar
op de vlucht geweest. Enfin, op de vlucht tussen aanhalingstekens, want ze werden helemaal niet gezocht door de IRA. Het was allemaal nonsens. Maar die mensen, geen domme mensen zal ik maar zeggen, verstandige jonge mensen, geloofden dat. En gaandeweg vroegen zij voortdurend aan hun ouders geld. En die ouders ja, gaven daaraan toe. En eigenlijk was dat dus de echte scam, het echte bedrog. Hij zorgde ervoor dat hij dat mensen wijsmaakte met relatief rijke ouders. En op die manier kon hij zichzelf dus jaren in leven houden. Hè. Op dit moment is hij aan de haal met een vrouw die dus compleet verwijderd is van haar man en haar kinderen. En die waarschijnlijk volledig in zijn ban is en ja, daar eigenlijk psychologisch door gevangen is, zullen we maar zeggen. Boeiende documentaire. En ook hierover, over deze dame, kon Woman dus een tweede voorbeeld, Anna Sorokin, gebruikte de naam Anna Delvey, loopt er nu een Netflix-documentaire. Dus een jonge dame ja, die ook mensen voor vele miljoenen heeft opgelegd, hè, met zeer vergelijkbare technieken. Een voorbeeldje uit eigen land. De beroemdste hier, beruchtste, is ongetwijfeld Piet van Hout. Hè. Man die dus in zijn jonge jaren ook al mensen oplichtte voor enorme bedragen vaak, met methodes die je ook bijna niet kunt voorstellen dat je daarin loopt. Maar hij deed het ook vaak voor de kick. Zo bijvoorbeeld heeft hij zich uitgegeven voor hoe heet dat, iemand van de gerechtelijke politie, een hoge functie. En dan stapte hij willekeurig een politiekantoor binnen en zei, ja, ik wil hier een blitzcontrole uitoefenen. Wat de gevangenissen betreft, zorg mij voor een helikopter en vlieg mij rond boven de gevangenissen. Dan zal ik kunnen checken of ze nog wel voldoende beveiligd zijn enzovoort. En men deed dat. Dus dan vloog hij de hele dag rond in een helikopter met de politie. En zo zijn er vele tientallen verhalen over. De schrijver Maarten Engels heeft er recent een boek over gepubliceerd, over onze meest beruchte ja, conman, Piet van Hout. Zelfs toen hij is in de gevangenis wel al gevlogen, is nu weer vrij. Maar zelfs in de gevangenis heeft hij dus mensen opgelicht, waaronder zelfs de directrice van de gevangenis, heeft hij tienduizenden euro's ja, af kunnen troggelen. Dus het citaat daar, laat mij met iemand praten en binnen het half uur heeft die persoon mij 25.000 euro. Het is natuurlijk heel sterk overdreven. Het zal misschien niet werken bij u en mij, maar het werkt bij veel mensen wel. De feiten tonen dat keer op keer aan. Dus leugens die vol zelfvertrouwen worden verteld, en dat kunnen die mensen. Anna Sorokin, Piet van Hout en die andere voorbeelden, die kunnen dus blijkbaar zeer overtuigend zijn. De beroemde evolutiebioloog Robert Rivers heeft er een boek over geschreven, waarin hij dus aantoont dat zelfbedrog ook geëvolueerd is op een co-evolutionaire manier, zoals insecten en orchideeën. En het beste bedrog is eigenlijk het bedrog waarbij je niet zelf weet dat je bedriegt. En u kent allemaal wel mensen die in zaken geloven waarmee ze anderen ook besmetten. En dat slaat werkelijk nergens op. Dan zou je denken, dat moeten zij toch beseffen. Maar ze beseffen dat dus niet. Ze doen dus aan zelfbedrog. En dat werkt eigenlijk het meest effectief om andere mensen te overtuigen. Goed. Ik heb nog een paar voorbeelden uit de kunstwereld. Ik ga daar snel over gaan. Maar kijk, dat zijn toch ernstige cijfers. Iemand met kennis van zaken. Een directeur van de Met. Hè? Die zei dus in een interview, approximately 40% of all art in museums is either a fake or a forgery. Dus is vals. Is namaak. 40%, dat is gigantisch. Hè? Hoe hij precies op dat cijfer komt, weet ik niet, want dat is natuurlijk op zich wel moeilijk te achterhalen. Ook hier, de voorbeelden gaan al ver in de tijd terug. Michelangelo bijvoorbeeld heeft een verouderd beeldje gemaakt om te bewijzen dat hij het kon, in de stijl vanuit de oudheid. Het was dus een fake en de mensen liepen erin. Ik geef u snel een paar voorbeelden. Mark Landis is een man geboren in 1955 en die heeft een hele reeks van kunstwerken gemaakt, vervalsingen dus, die hij schonk aan musea, die hij weggaf. Dus hij deed het niet voor het geld. Die man, dat is zo'n voorbeeld van iemand die het echt voor de kick deed. Iconen maakte hij, hij speelde de excentrieke filantroop.
Interessant is dat zijn vervalsingen in feite achteraf bekeken helemaal niet zo goed waren. Hier bijvoorbeeld een zogezegde Polsignac van Mark Landis. Ik ben helemaal geen kenner, maar dat schijnt eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn. Maar vreemd genoeg, als het niet zo goed is, wekt het minder argwaan op. Een interessant fenomeen waar ik nu niet dieper op inga. Nog een voorbeeldje, een zogezegde Honoré Daumier, maar van Landis dus. Hij vermomde zich, soms als priester. Nu vinden wij van tegenwoordig een priester misschien niet zo geloofwaardig meer, maar in die tijd was dat misschien nog anders. Hij vroeg ook geen geld. Hij schonk het gewoon weg, als de filantroop die hij zogezegd was. En dus, ik citeer hem hier, I skillfully fooled the experts. Dat vind ik interessant, dat hij het voor... Kijk, Piet van Hout deed dat ook vaak. Gewoon om aan te tonen, en ik ben slimmer dan die mensen. Misschien om de eigenwaarde te streren. Hier ziet u die Landis in zijn fake kledij. Han van Meegeren is zeer bekend, neem ik aan. Die dus valse werken van Vermeer maakte. En mensen liepen daarin, onder andere de grootste kenner uit die tijd, Abraham Bredius, dus een professor kunstgeschiedenis, die liep erin. Zoals vele experts er vaak ook in lopen. Van Meegeren is door de mand gevallen met dit werk, dus ook een valse Vermeer, die door Göring, de nazi, Göring was gekocht via. En na de oorlog werd dat werk ontdekt en in de briefwisseling van Görings secretaresse dook de naam van Meegeren op. En zo is hij door de mand gevallen. En men beschuldigde hem van collaboratie. Hij had dus een Vermeer verkocht aan de nazi's en dus moest hij zichzelf beschuldigen. En men geloofde hem niet. Dat was een beetje vervelend. En dan heeft hij zelf moeten bewijzen dat hij wel degelijk een vervalser was. Er zijn massa's andere voorbeelden. Ik ga er niet dieper op in, maar ik wil wel dit overbrengen. Dat zijn geen gevallen die op zichzelf staan. Dat is niet uitzonderlijk. Dat is iets wat wijd en zijd verspreid is. En een vraag die we ons hierbij toch moeten stellen... Kijk, hoe komt het dat, bij wijze van spreken, gewone mensen vallen voor phishing en voor allerlei andere vormen van bedrog? Dat is één ding. Maar meer verbazingwekkend misschien, maar het is paradoxaal, is dat ook experts zich makkelijk laten misleiden. Zoals die Bredius en allerlei andere mensen. Daar zijn ook veel voorbeelden van. Mijn stelling is dat experts op een bijzondere manier in feite net extra kwetsbaar zijn. Want zij zien vaak dus hun theorie bevestigd. Die Bredius van daarnet, die een werk van Vermeer authentiek verklaarde, als een van Meegeren liever, die zei dit is een authentieke Vermeer, die zag daar zelf zijn theorieën in bevestigd die hij had over de werken van Vermeer. En daar viel niet aan te ontsnappen. Bovendien, hij had schrik. Er is hier nu een nieuwe Vermeer ontdekt, die Emmausgangers. Dat gaat verkocht worden aan Amerika. Dus hij adviseerde als expert. Wij moeten dat hier in Nederland houden enzovoort. Dus vaak is daar een hele reeks van factoren gaande, waardoor dus experts zichzelf vastdenken in de fuik. Het toont dus niet de onkunde aan van experts. De vervalsers zelf, zoals Landis en Van Meegeren en vele anderen, die beweren dan, zie je wel, die experts, die kennen er eigenlijk allemaal niks van, ik ben veel slimmer, ik bedrieg hen zonder enige moeite. Ik denk niet dat dat klopt. Het toont vooral aan dat ook experts bedrogen kunnen worden. Bredius was wel degelijk een zeer goede expert. Zijn boeken zijn nog altijd leesbaar. Maar ook een expert kan zichzelf makkelijk laten bedriegen. Hugh Trevor Roper is dus een voorbeeld, een ander voorbeeld, die zogenaamde Hitler-dagboeken bekeek en zo authentiek verklaarde. Dat was natuurlijk fataal voor die man zijn reputatie, dat begrijpt u. En hij was een top-expert. Hij heeft nog altijd een van de standaardwerken geschreven over de laatste dagen van Hitler, in de bunker daar in Berlijn en de zelfdoding. Dus echt een top-expert. Maar hij viel voor de vervalsing die daar aangeboden was aan het weekblad De Stern. Goed. Wat doet een getalenteerde zwendelaar? Wat kunnen we daar nu allemaal uit afleiden? Dus een conman, vervalser, bedrieger, noem het hoe je wil. Iemand die fake news verspreidt.
op bepaalde drukpunten bij ons duwt. Wel, hij speelt natuurlijk in op de menselijke psychologie. Dat is belangrijk om te beseffen. Wij hebben allemaal verwachtingen, wensen, verlangens. We zijn allemaal kwetsbaar voor het bevestigingsvooroordeel. Hè. We doen aan confirmation bias. En die kon men weten dat. Van Meegeren wist zeer goed, of kon dat verwachten, dat Bredius er ging inlopen. Want hij wist dat hij een schilderij had gemaakt dat de opvattingen, de wetenschappelijke opvattingen van Bredius bevestigde. En dat heb je graag als expert. Dat heb je als mens in het algemeen graag natuurlijk. Hè. We kunnen aan tunnelvisie leiden. We hebben een zekere zucht naar roem, naar geld, naar aandacht, naar liefde. Er is groepsdruk, hebzucht, dissonantiereductie en ga zo maar door. Hè. Piet van Oud wijt het vooral aan de hebzucht van mensen. En dat is waar, voor zijn soort bedrog. Hij beloofde, en dat is heel vaak zo, van de Nigerian scams tot die phishing mensen, ja, die beloven ons geld. Ja, en ja, daar worden wij relatief makkelijk door verleid. Maar anderen natuurlijk beloven ons liefde en aandacht enzovoort. Je houdt het niet voor mogelijk. Misschien kent u zulke mensen, misschien heeft u het zelf meegemaakt. Ik ken zo mensen ook persoonlijk die zich laten bedriegen hebben door iemand die hen op Facebook benaderde. En dan later komt dat uit dat die zijn profielfoto natuurlijk niet van hemzelf is. Die is dan uit een modeboekje gehaald, hier of daar. Dat die profielfoto duikt 1000 keer op. En die heeft zich geld laten aftroggelen ook. Dus dat gaat niet meteen. Dat duurt soms weken, maanden. Grooming noemt men dat. En op een bepaald moment dus. Als iemand die aandacht voor jou heeft, die weet dat je eenzaam bent misschien. Dat je misschien net een relatiebreuk hebt gehad. Hij vleit je. Hij zegt de juiste dingen, hij of zij trouwens. Hè. En dan op een bepaald moment komt het wel uit. Ja, ik zou je dolgraag bezoeken, maar ik zit een beetje krap bij kas. Ja, dus, en ik moet hier eerst iets regelen. Ik heb zoveel nodig, kun je mij dan niet even lenen? En dan kom ik direct naar je toe. En mensen doen dat. Hè. Goed. Dus onze kwetsbaarheid voor zwendelaars komt deels voort uit het feit dat wij snel mensen vertrouwen. En dat op zich is een mooie eigenschap van de mens natuurlijk. Hè. Maar is ook onze Achillesschil in dit hele verhaal. En we hebben een behoefte om geloof te hechten aan wat mensen die ons vertrouwen inboezemen, ons tonen of vertellen. Dus, ik begin hier stilaan af te ronden, de zwendelaar weet dat. Hè. Die weet dat de meerderheid van de mensen die hij benadert hem met vertrouwen tegemoet treedt. Dus eigenlijk heeft hij al a priori een voet in de deur, als het ware. Hè. Een goede conman is ook heeft ook een soort intuïtief psychologisch talent hè, om eigenschappen van mensen te bespelen. Dat natuurlijk vertrouwen, hij heeft een verhaal waar we mee ingezogen worden. We zijn allemaal heel gevoelig voor aangrijpende, intrigerende, ontroerende, sentimentele verhalen. Hij werkt sympathie daarmee op, hij streelt onze ijdelheid, spiegelt ons iets aanlokkelijks voor, biedt ons een unieke kans aan. Jij alleen kan dit. Hè? En hij imiteert dus eigenlijk, hè, dat is de mimicry, hij imiteert een vertrouwenspersoon. Hè? Een vriend, iemand met romantische interesse, of een expert. Hè? Denk aan Bernard Madoff bijvoorbeeld, of Elizabeth Holmes, hè, die voorbeelden die ik gegeven heb. Nog anders gezegd, zwendelaars duwen op de juiste knoppen. Hè? Die Bernard Madoff, zoals ik al zei, die hoefde eigenlijk zelf geen nieuwe slachtoffers te zoeken. Die mensen boden zichzelf aan. Ze stonden in de wachtrij voor een afspraak met hem. Om te kunnen zeggen, kijk, ik heb hier $50.000 spaargeld. Mag ik ze alsjeblieft aan jou geven, zodat jij ze kunt beleggen? Dat zorgt er vaak voor dat mensen achteraf geen aangifte doen. Want ja, ze zijn een beetje beschaamd natuurlijk ten eerste, dat ze erin gelopen zijn. Van stom kon ik wel zijn. En twee, ze hebben ergens het gevoel van, ik kan niet eens zeggen dat er een misdaad is begaan. Want ik heb zelf mijn geld gegeven. Hè. De belegger kiest jou dus. Hè. Het is alsof jij zijn vertrouwen moet winnen. Hè. Hij draait de rollen dus om. Als buitenstaander kun je dat doorprikken. Of als je het verhaal achteraf hoort, kun je afvragen, maar hoe kon je zo stom zijn? Maar als je in, ik noem dat zwaartekrachtsveld terechtkomt, als je je gelukkig prijst om in die inner circle te zitten, dat je uitverkoren bent, ja, dan is het extreem moeilijk om daaraan te weerstaan. Hè. Dus een goede zwendelaar spiegelt ons een alternatieve wereld voor. Jij zou rijk kunnen zijn, beroemd zijn, mooi zijn,
met mij een relatie kunnen hebben, noem maar op. Jij verdient die erfenis en ga zo maar door. Je moet er ook voldoende lef voor hebben. Hè? Piet van Hout die stapte gewoon de Hilton binnen in Amsterdam en zei dat hij de zoon was van een oliesheik uit Dubai of zo en dat hij daar een maand ging logeren en ze mochten de rekening naar de ambassade sturen. Zo'n onvoorstelbare kwatsch, maar men liep daarin. Denk niet dat u er onkwetsbaar voor bent. Hoe slim je ook bent, of hoog opgeleid, of wat dan ook. Dat lijkt geen enkele rol te spelen, weten we uit onderzoek. We zijn allemaal gemiddeld genomen even kwetsbaar. We weten ook dat iemand die reeds het slachtoffer was, niet geïmmuniseerd is. Het kan je gewoon opnieuw overkomen. Dus het is absoluut onjuist en zelfs naïef om te denken, mij zal het niet overkomen. Hier heb ik de centrale aspecten nog eens samengevat. Hè. Zwendelaars vertellen geloofwaardige, overtuigende verhalen. Net zoals een orchidee iets overtuigend aanbiedt aan de insecten. Hè. Ze weten hoe en waar ze slachtoffers kunnen vinden. Ze doen research, als het ware. Ze weten dat de meeste mensen hen vertrouwen. Ze stelen in zekere zin niet. De slachtoffers bieden zichzelf aan vaak. Ze weten hoe ze een voet tussen de deur moeten binnenkrijgen. Er zijn allerlei technieken voor. Ze kennen de zwakke plekken van de mens, psychologisch. Misschien dat de allerbeste zwendelaars aan een soort zelfbedrog doen. Ze geloven hun eigen leugens. Maar dat is heel moeilijk te achterhalen natuurlijk. En onthoud dat wij geen ingebakken verdedigingsmechanismen hebben. De vraag, wat kun je eraan doen, duikt hier onvermijdelijk op. Ik heb er nu eigenlijk ook in achtgenomen de tijd maar één antwoordje op. Namelijk, ja, als het er te goed uitziet om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook onwaar. Dat is een oude wijsheid die we dus toch altijd voor ogen moeten houden in deze. Ik sluit af met nog twee beeldjes van planten. Dit is de man orchid, de mannenorchidee. U ziet onmiddellijk waarom. Natuurlijk kon het niet laten om dat toch ook even te tonen. En dit vind ik ook heel mooi. Dit is geen trucage of zo. Sommigen onder jullie zullen die plant kennen, een tropische plant, die Hooker's lips genoemd wordt. En die deze vorm geeft niet zozeer om mensen aan te lokken, maar om insecten aan te lokken, die daar natuurlijk niet in zien wat wij erin zien. Zij zien daar iets anders in. Die bloem heeft ook geurstoffen waarmee ze insecten lokt enzovoort. Maar ik vond het gewoon mooi om u dat nog even te tonen. Zo, voilà, dat is het. Mijn verhaal is rond. Ik dank u zeer voor uw aandacht.